Raki wordt in Turkije ook wel Aslan Sutu genoemd, wat leeuwenmelk betekent. Deze raki wordt 2 maal gedistilleerd en enkele maanden op eikenhouten vaten gelegd, alvorens deze wordt gebotteld. Jenny Raki is helder en doorzichtig. Het heeft een pittige anijsgeur. In de krachtige smaak komt de lichtscherpe anijs weer terug. Deze raki wordt meestal gedronken met een beetje koud water. Heerlijk als aperitief. Mitra schenkt.